Vandaag is er op het circuit in Zandvoort een bijzonder evenement. De Formule 1-coureurs Barrichello en Schumacher komen een demonstratie geven. De aspiranten van het korps surveilleren op en rond het circuit. Vandaag worden de Marlboro Masters gehouden. Dat is de Formule 3. Dat is het hoogtepunt van Nederland, voor de Nederlandse autosport. En als publieke trekkers hebben ze Michael Schumacher gehaald en Rubens Barrichello. Ja, dat die gaan zo meteen een demonstratie geven. Plus de Formule 3 races. Dat is echt het hoogtepunt van Zandvoort. Ja, dus morgens hebben we met een hele groep voor gezorgd dat de wegen niet dichtslippen. Dus alles geregeld. En wat we nu doen is hier op het terrein bijspringen. In het geval dat de masters die hier ook van Zandvoort hier werken. Als het dan fout gaat, dat wij bijspringen. Als je Formule 1 fan bent, die kunnen je hart ophalen. Mooie wagens. Omdat het evenement op het circuit 10.000 mensen trekt, is op de Zandvoortse boulevard een extra politiepost. We zijn hier bij de kooppost van de politie. Dit is een mobiele meldkamer voor evenementen zoals deze, de Marlboro Masters. Mobiele meldpost is een zodanig ingerichte auto die het totale werk van de meldkamer over kan nemen. En ook ter ontlasting van de grote meldkamer, omdat je hier met een operationeel commandant tegelijkertijd ter plekke bent. En ook alle faciliteiten van de meldkamer. We hebben net contact gehad met het circuit. En daar zitten ongeveer tussen de 40 en de 50.000 mensen op het circuit. En verkeersaanbod. Met name omdat Zandvoort heeft maar twee toegangswegen. Die zitten dicht. En die zitten nu nog dicht. En dat proberen we dus van hieruit door middel van motorrijders en vaste verkeersposten. Om dat verkeer zo snel mogelijk dorp in te krijgen. Met name op de parkeerplaats. Op de boulevard wordt een jongen aangehouden die het riempje van zijn helm niet heeft vastgemaakt. Als je even je dingen wil geven, je verzekeringsbewijs. Waarom heb je nou dat ding niet vastzitten? Helemaal vergeten. Achterlef van je. Want zo heb je het helemaal geen zin, hè? Want dan kun je net zo goed die helm afzetten. Maar hij is strak. Zeg je? Maar hij is strak. Nou, die helm moet er een beetje strak zitten, of niet? Ja, want als hij niet helemaal goed past, hij zit los, dan gaat hij toch alle kanten heen. Maar de helm moet je altijd vastmaken. Moet ik daarvoor een bekeuring krijgen? Het is je eigen broer? Ja. Dat is van mijn broertje. Want was is geklauwd? Kan je niks? Kan niks. Kan niks. Ze nee. Kunnen toen de politie uitstellen gaan. Ja. Voor een aanzeigen maken. Wie dat gaan. En dan gaan we de wagen niet metnemen, of? Ja, ze kunnen metnemen. Ja, ja. We moeten eerst maar damit fahren können. We moeten eerst maar den ganzen Mist daraus haben. Ja. Ik kan daar überhaupt niet goed fahren. Maar ik heb toch helm op? Je hebt wel een helm op, maar je hebt die helm niet vast. En als je helm niet vast hebt, dan heeft het helemaal geen zin om dan... Je kunt toch aangeven, doe helm dicht en dan doorrijden. Wat is het type van dat ding? Kon die maten niet wachten op je? Ook niet zo sportief eigenlijk, hè, dat ze doorrijden. Geen rijbewijsgegevens bekend. Is nagegaan. Hebben we gecontroleerd. Dat je een rijbewijs zou hebben gehad en had hij eruit moeten komen voor ons. Ik wil hoor, rijbewijs. Ja, hey, luister, dit is waar je even naar het politiebureau toe. Dan kunnen we even je gegevens even controleren. Ze kunnen een steen lassen. Uh-huh. Toen we de politie stellen gaan, voor een aanzeigen. Toen mag ik aan de telefoon, toen die politie stellen. Ja? Dan zie ik dat ik gezien heb. Okay. Ja? Neem ze die autopapieren, en die verzekering. Alles met. Ja? Alles klaar. Ja, ik denk een vernieling. Want er is niks weggenomen uit de auto. Nou, dat is op zich best wel een dure auto.
Maar ja, alles zit er nog in. Dus ik denk gewoon baldadigheid. Duitse auto. Vannacht is er, zijn ze langs gelopen en vermoedelijk ingeslagen. Erg vervelend voor ze. Waarom moet ik mee? Omdat we even je personalia willen verifiëren, dat is het hele verhaal. Wat zegt u? We willen je gegevens, je identiteit even controleren. Dat is mijn identiteit toch wat ik heb gegeven? Ja, in Amsterdam staat hij wel geregistreerd hier uit West. Dit is landelijk, dus dat is een... In ieder geval, dat klopt iets niet en dat moeten we even regelen, dat is het hele verhaal. Ik moet nu snel naar huis. Okay. Rijden we even mee achter zo'n bureau toe. Dan gaan we het even aantrekken en dan kan je weer gauw weg. Ja? Ik neem je papieren even mee. Rij even achter ons aan naar het bureau. Moet je even, ja. En dan regelen we daar eventjes. En doe hem even vast, anders heb je weer een probleem. De spanning stijgt als Michael Schumacher het circuit van Zandvoort bereikt. Wij straks zien wat je gaat zien. Heel waar. De fotograaf bepaalt nu even hier staan, nu even daar. Wordt helemaal geleefd. Zal ik eens vragen of je wil ruilen? Hij met pet en ik dacht een jasje of zo. Op het bureau wordt de jongen van de Brommer verder verhoord. Wat is het 06-nummer van je broertje? Want die zou vast een mobiele telefoon hebben. Waarom? Hij doet toch geen business, geen zaken, niks. Nou, iedereen heeft tegenwoordig toch een 06-nummer of niet? Kijk, als je gewoon meewerkt met ons... Ik heb geen nummer. Nee, maar des te eerder ben je weer op straat, dan kun je weer bij je vrienden voegen. Ja, dat is zo snel mogelijk weg. Ja, precies. Precies. Moet vroeg thuis zijn. Wees dan een beetje behulpzaam erin en geef aan... hoe we iemand kunnen bereiken die kan bevestigen dat jij inderdaad toe bent en niet je, bijvoorbeeld je broertje of ik voor wat. Wat is voor thuis telefoonnummer dan? We hebben geen telefoonnummer. Geen telefoon? Nee. Als jij deze even bij houdt, dan check ik het frame nummer eventjes. Ja. Antwoord. Ik pak even wat papieren, dan kom ik bij je terug, ja? Momentje. Als hij op een gegeven moment niet zijn certificaat of rijbewijs kan tonen, ja, dan willen we gewoon weten wie het is. Want het komt toch wel voor dat mensen valse naam opgeven. Dus we willen gewoon weten of hij daadwerkelijk de persoon is. Dus ik heb toch net gecontroleerd voor het rijbewijs, nou, dan komt hij niet uit. En hij blijft volhouden dat de bronfiets van zijn broertje, dus we willen toch weten wie die is. Want hij moet of certificaat of rijbewijs tonen. Ja. Dus dat gaan we nu even uitzoeken. Nee, mag ik wel. Nou, als ik weet wie ik voor me heb. Voorlopig hebben we jouw gegevens nog niet. Hij komt er voorlopig nog niet uit. Hij komt eruit, jongen. Ik denk dat er een foutje gegaan is. Je hebt dus inderdaad een geldig rijbewijs. Nou, het blijft alleen bij de bekeuring voor de helm. Ja? Dat was hem ook weer helemaal even kijken weer. Heb je het uit je blote hoofd? Nee. Dus je rijbewijs geven, neem er voortaan bij, hè. Dan kun je een hoop voorkomen. Dat er een lastig persoon zou zijn, die waarschijnlijk wat kwaad wil. En of wij daar even willen gaan kijken. Maar ik denk je ook zo wel. Omdat je nooit weet waar je mee te maken krijgt. En als er een zeer lastig persoon is die kwaad wil, dan raak ik hem liever niet aan met een blote handen.
is dat een persoon of een hond? Een jongen. Een jongen? Dat voor de HEMA. Oh, die met het petje op? Ja, met het petje van alle mensen lessen. Dus, ja. En wat doet hij voor de rest? Alleen aanspreken? Ja, nee, echt lessen vallen, hè. Lastig van. Ja, hulp vragen, alles. Ah, ja. Vol met drogen. In het dorp? Ik zie hem lopen, ja. Oh, hij komt hier aan lopen. En dan drie idioten die voor gaan met de wagen. Oké, gaan we even kijken. Met die grote bus. Ja? Helemaal rond. Die mensen moeten van de straat springen. Ja. Hey, hartstikke goed dat je het even zegt. Nee. Ik zie je zo. Hey, bedankt Manfred. Ja. Fijne dag nog. Werk ze. Bij les is alle leuke. Bij de McDonald's. We houden het in de gaten. Goed? Goeiedag. Is goed, bedankt. Hoe gaat het? Wat heb jij nou met je haar gedaan? Hi. Hi, hoe gaat het met jou? Wat zit daar even een dikzak achterin met de camera of zo? Hé, wat is de bedoeling? Niks. Niks? Ik geniet er gewoon van het lekkere weer. Ja, maar ik hoor van een aantal mensen dat je ze elke keer aanspreekt. Ja, maar aanspreken? Echt, verdamme kans. Laat me even weten. Aanspreken, wat ben je? Ja. Oké. Dat is geen misleiding. Nee, maar sommige mensen vinden het nogal vervelend. Die interpreteren dat als bedreiging. Ja, ze vinden het nogal vervelend inderdaad. Hoe heet je? Ik ben van Groep Hollands Midden. Ken je dat? Nee, hoe heet je, vraag ik je? Ik heet Marco. Marco. Marco, wat kom je hier doen vandaag? Nee, we wouden naar het strand waar we een bom onschadelijk maken. Maar... Wie is we? Wij zijn mineurs. Wie is wij? Mineurs. Weet je, dat zijn met die Hitlerhelmpjes op. 32-1. Hey, ik wil even zien dat je je biertje weggooit, anders krijg je er een verbaaltje voor. Dus gooi hem even weg, ja? Ja, gaan we naartoe. Waar? Kerkstraat. Oh, Kerkstraat. Hey, bemoei je even met jezelf, ja? Het strand van Zandvoort trekt met mooi weer tienduizenden bezoekers. Vooral Amsterdammers komen hier genieten van de zon en de zee. Sinds een paar dagen echter is op last van de burgemeester 600 meter strand voor het publiek ontoegankelijk geworden. Nou, dit is een, achter ons zit een voormalige springput uit de Tweede Wereldoorlog. En er ligt nog een vrij grote hoeveelheid munitie ontploft en niet ontploft. En aangezien de zee constant in beweging is en het zand van het strand steeds meer wordt afgehaald, komt het spul eigenlijk boven aarde. En hierdoor wordt de situatie hier levensgevaarlijk eigenlijk. En daarom zijn ze nu achter ons bezig met het graven naar munitie om die plaats toch veiliger voor de strandgasten te houden. Hier mag verder niemand op mee. Dit hek wat achter ons staat is afgezet. Door een speciale bewakingsdienst wordt gesurveilleerd. Dat in dit gedeelte niets mag komen. Aan de andere kant staat er ook een persoon van dat bedrijf. En die laat ook niemand toe. Dus dit hele gebied eigenlijk, dat blijft onbeloopbaar voor personen. Hier mag dus niemand komen. Ja, het weer is prachtig. Kijk, het weer is mooi, maar je kan niet varen. Hier, er ligt een speedboot voor zoveel duizenden gronds die niet gebruikt wordt. Kinderen spelen alleen maar hier. Ja, normaal zijn ze beneden. Hier. Ja, kinderen kunnen niet meer zwemmen, die moeten een stuk lopen. En normaal kleine kinderen, ja, dan moet je zelf mee. Want je wil ze niet uit het oog verliezen natuurlijk. En dat is wel jammer. Ja, dat is echt jammer. Ja, goed. Wat je normaal gaat doen, tennissen met het strand. Ja, en ben je bezig. Alles is weg. Nu is het gewoon aapjes kijken. En ze weten niet hoe lang het gaat duren ook. Dus in principe is het... De vakantie is over. Nee, het is triest. Het is toch triest? En het is de vraag, wat kunnen we volgend jaar terugkomen? Hoe lang gaat het duren? Het kan... variëren van enkele weken tot misschien wel een anderhalve maand, twee maanden. Wat ik niet hoop voor de mensen, maar ja, het is eigenlijk toch ten dienste voor de mensen. Want het wordt er alleen maar veiliger op. En de onveiligheid, die haal je weg. En dat is toch wel de bedoeling. Ja, dat er wat aan gedaan wordt, het is één ding wat zeker, maar een beetje laat. Want in maart was het al bekend dus dat we ze afvonden. En eigenlijk niet in maart, 3 jaar geleden. En waarom nu eigenlijk in het hoogseizoen? Nu dat het mooi weer wordt. En terwijl ze het al 5 jaar geleden wisten. En dat vinden wij. Want het zand is 1,5 meter lager geweest. Papa. Ze weten dat die putten hier al zijn. En dan gaan ze het in het hoogseizoen gaan ze het afsluiten. Die man van Ries was vanmiddag 2 uur. Die had 10 betalende klanten gehad op een zomerse dag.
alleen maar voor dat afzetten. Op het circuit geniet iedereen van de demonstratie van Schumacher. Om een beter uitzicht te hebben zijn een aantal toeschouwers op de koelboxen van het restaurant gaan staan. De aspiranten gaan orde op zaken stellen. Goedendag mensen, er wordt verzocht allemaal van de koelstof af te gaan. Ja? Dat is niet de bedoeling. Ja, we kregen net van Zandvoort zelf het verzoek om deze mensen te verwijderen van deze koelcellen. Goed, mag er even allemaal af. Het is een goed uitzicht, maar het is niet de bedoeling dat iedereen daarop gaat staan. Allemaal eraf. Er is wat piepschuim, leven ze van. Allemaal eraf, jongens. Allemaal weer achter het hek. Hey, jongens. Allemaal buiten erin. Ze gaan nu het hek weer afsluiten met tijritjes. En de boel blokkeren en hopen dat het niet meer gebeurt. Levensgevaarlijk. Ze naar beneden stuiteren, hebben wij het gedaan. Ze zijn daar met een diepgraver. Omdat als je met een spade... Hallo! Hey! Ja, dat is niet eigenlijk onze taak. Dat is de taak van de meneer die daar staat. Maar misschien zag hij toevallig een zeehond. Ik weet niet. Wat ze daar aan het doen zijn, dat is dus wat munitie op diepere locaties tevoorschijn halen. Omdat als je dus met een spade aan het scheppen bent, na 30 centimeter zit je op water en dan kan je niks meer tevoorschijn halen. Dus er is gewoon groot materieel nodig om deze klus te klaren. Maar dan laden ze dan die vrachtwagens, ze gaan dat afzetten en laden ze die vrachtwagens dan hier dan laten rijden. Maar ze gaan zelf over de strand. Ja, het is zo krom. Kijk, als ze maatregelen nemen, dan is het oké. Okay. Maar doen we dan goed. Ja. Ja, en doe het niet als een kleine grutter. Als het degene is die wij denken dat het is, manspersoon, slecht gebit, een platte pet op zijn hoofd. Hoogstwaarschijnlijk hebben wij die jongen zojuist al aangesproken. De melder, is die bij u bekend? Ja, dat is de kaas. Marco? Ja? Ik werd toch nog een keer gebeld door een aantal mensen. Nou, dan ga ik wel weer naar het station. En waar ga je dan heen? Ga weer naar huis? Naar huis? Naar Annapolona. Annapolona, kom je daar vandaan? Ja. Dat is niet echt in de buurt. Wel tsaristisch. Wat zeg je? Wel tsaristisch. Oh. Maar ga je dan weer terug naar huis toe? Ja. Ja? Ben je ook weer aan het cremeren? Ja. Mag niet van de koningin. Nee, ze zeggen het, maar het is wel erg lekker, hè? Lekker wel. Ja. Hey, ga je rustig aan het station dan? Ja. Oké, geen mensen meer lastig vallen hoor, want dat vinden ze niet mee hoor, om met Friso rond te wandelen. Nee? Hey, hou jij lekker bezig met jezelf? Ja? Traction. Oké, nou ingerukt en wegwezen. Ingerukt en wegwezen. Een draakje. Ja, de dag zit erop. Schumacher is naar huis toe. En de mensen gaan nu ook naar huis. Het zal wel file worden. Maar we gaan zorgen dat het allemaal veilig gebeurt. Ja, op de palen. Oh, boven de palen. Ben je de 32-3? Ik hou 32-03 over. Ja, stuit op een aanrijding, boulevard, bang naar een aantal parkeerpalen. U hoort zo nader. God, God, God. Hi, u bent bestuurder? Ja, ik was even afgeleid. Ja, ik kan wat in mijn handen, maar ik weg wil leggen op het dashboard. Ja, en vooruit weer zie je op de stoep, hè? Ja, ik denk dat zijn vader er niet blij mee is. Nee. Zijn er mensen die hier wat gezien hebben? Ja, hij zat hier te kijken of hier plak was en hij rijdt zo hier tegenaan. Dus u heeft alles gezien? Ja, alles. We zagen alleen dat hij hier naar zat te kijken. Dus mag ik van u de gegevens noteren, eventueel getuigen? Dat maakt uit.
Maakt het uit? Want dat wij een rapport opmaken op het bureau. Daar hebben wij denk ik te weinig voor gezien hoor. Ja? Dat geloof ik nooit. Goed, wat u wil. Even kijken hoe de schade is. En anders neem ik hier deel 1 van je kentekenbewijs in. Ja. Dat wil dus zeggen dat het voertuig dus eigenlijk tot de los is verklaard. Maar dan moeten we nog heel even maar wachten tot de sleepwagen hier is. Want ik weet niet in hoeverre de bodem van het voertuig kan. Laat even de brandweer komen. Het stroomt allemaal vloeistof uit en de rook komt eruit. Ja. Mag jij? Ja. Goed zo. Ik ga even de boel even natrekken. Goeiedag. Je moet even teruglopen. Je mag hier niet komen. Nee, dit gebied is afgezet. In verband met explosieven die hier liggen. Voordat je korte pootjes krijgt. Ja, dat is mijn hand. Hoi mensen. Ik wil even vragen of er een vangst te noteren valt. Of er nog een vangst te noteren valt. Is er wat. Ik denk het wel. Vandaag ook weer niet. Ik weet het niet. Jongens, hebben we daar al gevonden? Nog niks. Maar stel dat ze wat gaan vinden, hè, want kijk, ze zetten die containers niet voor niks neer. Hè, laten we nou eerlijk wezen. Maar ja, dan zullen we toch weg moeten. Ja, normaliter moeten we voor 15 september weg. Maar ja, dat zal misschien wel, als we ze echt daadwerkelijk maandag gaan zoeken, ja, dan zal het misschien wel ergens worden. Dat je dus gewoon, ga even ook in weten, dat je gewoon alles af moet breken en neerleggen. En na september kan het allemaal afgevoerd worden. Maar ja, laten we hopen dat het niet zo'n vaart loopt. 229. Nou, wat jouw te weg slepen? Hoe kom ik waar die auto heen komt? Die gaat denk ik naar de Waardepolder, naar Haarlem toe, denk ik. En wat je moet doen is hem daar op laten halen door een garagebedrijf die hem gaat laten repareren. Zo moet je dat regelen. En de W, waar staat die voor? William. William. Wilhelm? William. Jan? Ja, Wil-I-Am. Wil-I-Am. Wil-Sham. Wil-Sham. Ik heb even een korte verklaring voor je opgenomen, wat je me verteld hebt. Ik reed stapvoets over de boulevard Banaar. Ik wilde iets wegleggen. Ik was dus even afgeleid. Voor ik het wist, reed ik over de stoep. Ik reed over de parkeerpaal heen. Ja. Heel kort. Ik wil hieronder je naam even tekenen. Jij weet alles wat je weten moet? Ja, zo ben ik weet wel. Ja? Goed. Ja, we gaan die kant op. Ondanks alle ellende proberen de vakantiegangers in de huisjes er het beste van te maken. Ze weten nog niet dat hun vakantie in Zandvoort volgende week afgelopen zal zijn. Het is hier reuze gezellig, ja. Ja. Ja, normaal zonder die hekken is het nog gezelliger hoor, moet ik zeggen. Het is niet echt mijn geliefde vakantiestek, hekken. Uitzicht op hekken. Maar ik denk dat ze dat wel moeten doen. Om als er wat gebeurt, dat ze in ieder geval het nodig hebben genomen. Maar ik twijfel eraan of het echt zo gevaarlijk is allemaal. Maar het is een noodzakelijk kwaad. Maar dat is ook weer van tijdelijk aard, moet je maar denken. En het wordt alleen maar veiliger op. Ja, ja. We zijn blij dat er niks gebeurd is in de afgelopen jaren. En eigenlijk zijn we wel blij dat het nu opgeruimd wordt. We hebben ook kinderen lopen en als daar wat mee gebeurt, dan ben je verder van huis natuurlijk.